De Zeeuwse wateren. Elk weekend, zo niet elke dag, vinden naast de Hollanders ook de zuiderburen de weg naar de Zeeuwse wateren. Deze wateren zijn zo mooi dat zelfs een deel van het Belgisch kampioenschap onderwatervideografie in Nederland gehouden wordt. Waarom dat is, gaan we je laten zien. Ga je mee? Laten we beginnen met de krab. Soms rustig wachtend zoals deze. Soms stilzittend, maar toch actief. En soms heel actief. Daar is mijn buddy. Ook rustig aan het genieten van al dat moois. Hé, wat zien we daar? Aha, de Noordzeekreeft. Maar als je geen zin hebt in een filmrol, hoef je ons niet de rug toe te keren. De zeester wandelt gelukkig niet weg. Hier zie je dat behalve Belgische duikers, ook de Japanse oesters zich thuis voelen in de Nederlandse wateren. Maar laten we nog even verder gaan. Wauw, een zeepaddenstoel op weg naar... Hij lijkt wel haast te hebben, maar dan... Oppervlaktepauze. Nog even de flessen vullen. En door. Zelfs ondiep in het zand vind je interessante dingen. Zoals deze garnaal die verstoppertje probeert te spelen. Wat wel een beetje mislukt. De zeeappel vind je ook als je goed kijkt. Nederland heeft zelfs kleurige visjes. De groene Zeeuwse wateren zijn niet saai. Maar we gaan nog verder op zoek naar mooie dingen. Kijk daar, een hooiwagenkrab. Herkenbaar aan de lange stelten. En laten we ook nog even de oorkwal bekijken. Deze medusa's zijn sierlijk gebouwd. Maar mijn buddy mist de oorkwal net. Dat is niet erg, er is nog veel meer te zien. Ga nog even mee naar het gemaal. Deze bekende duikstek is geheel begroeid. En daardoor heel kleurrijk. Garnalen en koornaanvisjes zwemmen hier graag rond. Wat een leven en wat een kleuren. Sponsen, zakpijpen, alles groeit en leeft hier. Net als wederom de Japanse oester. Maar dan is ook de volgende fles weer leeg. Nog even zeggen we een visje gedag. En dan is het tijd voor... Het frietkot met Hollandse patatakjes. Groeten uit de Zeeuwse wateren.